Ik heb een alarm. Ik wist niet eens dat ze nog verstonden. Oh, wat een oudje. Oh, de verrassing van de dokter. Eens even kijken. En nou, nooit meer doen. Hallo? Nee, u spreekt niet met de dokter. De dokter die is er niet. U spreekt met een vriend. Met een vriend van Sandra. Sandra uit 1982, ja. Met die hond en dat bos op de achtergrond. Oh, u bent Sandra. U hebt geen bos op de achtergrond. Oh, hier wel. Nee, ik ben de klusjes, maar ik klus. Ik ben een oude klusser. Ja, wie wil u hebben? Bob. Nee, Bob is er niet. Die is vroeg gaan liggen, die was moe, die had wat te veel gedronken. Ik zeg, ga even liggen. Hij zei, ja, ga even liggen, dus daar kan u nou niet mee praten. Wie is Bob? Oh, is dat die hond? Oh, ja, nou ja, dat bedoel ik dus, hè. Daarom kan u er ook niet mee praten, hè. Kijk, het zit namelijk zo, je hebt alleen... Hallo? Hallo? Ach, jammer. Lijn verbroken. PTT is ook niet meer wat geweest is. Hallo? U kan niet slapen. Dan moet u een slaappil innemen. Ja, gewoon... Heb u niet. Ja, wat moet ik dan? Zal ik een slaapliedje voor u zingen dan? Slaap, kindje, slaap. Daar buiten, daar loopt, daar slaap. Hallo? Slaap wel. Hallo, wie nou? Hallo? Je bent een goede nummer draaien, hallo. Wat? U hebt een gulden ingeslikt? Nou, hè, wat kan ik eraan doen? Wanneer hebben die gulden ingeslikt dan? Een week geleden, waarom bel u dan nou pas? U had het geld niet eerder nodig. Dan moet u even langs een ziekenhuis, ja? Daar hangt een wisselautomaat. Ik heb toch zo'n werk gek van een gezeur allemaal. Hallo, met wie nou weer? U moet wat duidelijker praten, ik kan u zo niet verstaan. U hebt last van uw keel. Ja, ik kan u nou niet onderzoeken, ik heb er geen... Wacht, ik onderzoek u even door de telefoon. Ja, blijf u even hangen. Even rustig zuchten, gewoon zuchten. Ogenblik, gewoon doorgaan met zuchten. Hallo, met wie nou? Oh, hallo. Schat, ik heb je al zo vaak gezegd, je moet me niet op mijn werk bellen. Ik sta midden in mijn werk. Ja, natuurlijk hou ik van je. Ik hou ontzettend veel van je, maar je moet niet op mijn... Wat heb je erover staan? Oh, lekker. Hou hem warm, ja? Ik kom zo snel mogelijk, ja. Nee, ik kan nu niet met je... Ja, schat, ik weet dat je behoefte hebt om met iemand te praten, maar ik ben nu met... Wacht, maar ik heb hier iemand liggen. Hallo, ben u er nog? Oké, gewoon doorgaan met hijgen. Schat, hier is iemand voor je. Goed luisteren, want hij is slecht bestemd. Hallo? Ah, commissaris. Ja, dat is inderdaad een hele unieke manier om mij zo te pakken te nemen, ja. Kom u mij ophalen?
Mooi. De handboek. Oh, die liggen hieronder. Ja, ik zie ze liggen. Ik zal ze omdoen. Kijk, nou kom eens uit. Ik veeg je hele tent leeg. Hé, even wachten. Ben jij lid? Ik ben geen lid meer. Oh, dan kom jij helemaal niet binnen. Het is alleen verleden. Ja, ik kan natuurlijk een kaartje kopen hoor. 35 gulden. 35 gulden. Oh, nou, dat wil ik. Maar het is inclusief lidmaatschap voor het hele jaar. Oké. Okay. Kijk eens, mevrouw. 35 gulden. Ho, wat gaan we doen? Heb jij toevallig slagwapens, vuurwapens of steekwapens bij je, zoals letto's en dergelijke? Oh, meneer, dat heb ik allemaal niet. Oh. Breng dit dan maar mee, want ze zijn nog wel een beetje opgewonden binnen. Oké, het is zover. Hup, alle geld uit de kassa. Snel, ik heb nog meer te doen. Kom op nou, jongen, kom op nou. We zijn allemaal lol, hè? Ja. Niet de hele dag de tijd, hè? Kom op, alle boem eruit. Hup. Stel, grote geld. De girokaarten zitten in de girokaarten bij. Hup, alles eruit. Zit al het geld? Mooi. Is het een overval? Een overval? Wel nee, hier komt de kassa halen voor zijn servicebeurt. Morgen is hij weer terug. Kom nou eens een keer naar bed toe. Je bent de hele avond al aan het schoonmaken, hè? Kom nou eindelijk eens naar bed toe. Ja, dat is het enige waar mannen aan kunnen denken. Ik had onze huwelijksnacht al anders voorgesteld, hoor. Ik heb mijn moeder beloofd om een goede huisvrouw te zijn. Zo, de vloer is klaar, morgen doe ik de badkamer wel. Je overdrijft het verschrikkelijk. Alles moet toch goed schoon zijn? Ja, bij ons thuis, maar dit is een hotelkamer.